heb geen idee waar die hamers komen. Oh, ja. Nee, jij gaat mij saboteren. Hey, boefjes, leuk dat je er bent. Ik ben Thomas en we gaan ditmaal nog een keer met de duif proberen te winnen. Want ja, de vorige keer, ik was er niet dichtbij, totaal niet. Maar ja, misschien nu wel. We gaan er meteen beginnen. We beginnen met de ergste game mode waar je überhaupt mee kan beginnen. Sizzle, met iedereen nog levend. We beginnen vooraan. Oké, nou, dankjewel voor de kans. We beginnen meteen. Hatsikade, we gaan rennen. En ik heb net zoals deze duif elke keer hetzelfde pakje aan. Want ja, als YouTuber, ik neem al deze video's op dezelfde dag op. Oh, maak een sprongetje. Ik heb het gehaald. Nice. Jullie ook? Maar ik sta voor. Spring maar hierop. Ja. Nee, niet struikelen. Gewoon lekker lopen. Gewoon als eerst over de finishlijn gaan. Dat zal je goed doen, duif. We gaan voor die win. We kunnen al deze demo's makkelijk gaan halen. Oh, ga nou erop. Dit gaat verrassend goed, bofsters. Ik ga die eentje saboteren, denk ik. Want die pakt mijn eerste plek in. Ja, ik loop even door, Zo! Ja, jij mag de eerste plek hebben. Oké. Ik dacht, ik wil je saboteren, maar je liep ineens naar links. Nou ja, tweede plek. Prima zat. Voor Sizzle vind ik dat echt gewoon een mooie prestatie van mij. Moet je misschien niet aan het spectaten. Het gaat hier helemaal fout. Daarom wil ik eigenlijk gewoon bij Sizzle standaard vooraan beginnen. Nou, dag volkers. Jullie gaan allemaal neer. Bofsters, we gaan lekker rollen bij Rollout. Hier gaan we dan. We moeten natuurlijk oppassen dat we niet in de slijm gaan vallen. Maar dat is vies. Geffe dekkie. Het lijkt wel een suikerspin. Daar lijkt het op. Dat soort roze. Nou ja, genoeg gepraat. We moeten dit gaan halen. Oh, dan wordt meteen geduwd en getrokken. Oh, gaan we... Nee, wie ging mij saboteren? Was jij dat? Hé, ik ga je vastpakken. Ging jij mij saboteren, gek? Dat gaan we echt niet doen, nee. Ja, jij bent het. Hop, ik heb die vastgepakt. Ja, misschien is het aan deze kant veiliger. Ja, het is die lichtblauwe. Wat heeft die lichtblauwe met mij? Kijk, nu ben ik hier alleen. Dat gaat veel beter. Dan lopen we een beetje naar rechts. Hè. Zo. Dan lopen wij hier op geel. Daar kunnen we lekker lang doorlopen. Nou, paars. En dan gaat dit op zich wel goed. Ja, het gaat prima. Er moeten nog wat meer mensen worden geëliminated. Het zal goed komen, Oh, en blauw, we zijn safe. Zo, ja, die lichtblauw is echt een sabotage guy, man. Niet normaal. Zo, oké, ga maar weer op paars. Oh, loop door. Zo, gekwalificeerd. Het was niet moeilijk, maar het was wel even spannend van... Pas op met het maken van die sprongetjes. Anders heb je de kans dat je wordt gesaboteerd. Vier mensen hebben het niet gehaald. Maar ik heb het wel gehaald. Jee. Slime Climb. Een game mode waar je zo verschrikkelijk veel verschillende shortcuts kan nemen. Maar dat ga ik niet doen. Ik kan beter gewoon Better Safe Than Sorry spelen. Want ja, die shortcuts kan je natuurlijk gewoon nemen. Maar als je valt, dan loop je vertraging op. En als je hier gewoon normale route volgt, dan komt het wel goed. Ik wou die shortcut nemen. Toch niet gedaan, dus ik neem deze. Ja, want anders gaan mensen vallen. Kijk, die vallen naar beneden. Goed zo. Ik struikelde bijna. Ik dacht, ik val eraf. Oh, zo. Wie gaf mij een deeltje? Die heeft mij gered. Dat is geen sabotage, maar helpen. Oké. Spring maar. Spring. Wie? Waarom houdt iedereen mij tegen? Oh, zo. Dat was een mooie save. Even een duikje nemen, hoor. Dat heb ik natuurlijk geleerd met zwemmen. Ik heb survival zwemmen gedaan. En zwemvaardigheid. En daar heb ik natuurlijk al die mooie duikers. Ja, leren te duiken, hoe je het ook moet noemen. Niet eraf vallen. Niet eraf. Waarom? Er mogen maar 16 mensen door? Nee. Oh, zeg niet dat ik hierop ga struikelen. Falen. Loop erop. Oké.
Hoeveel mensen zijn er boven? Dat zijn er best veel, ja. Geen shortcut, we nemen gewoon deze route. Ja, oké. Dit gaat tot nu toe best goed. We kunnen net niet in één keer doorlopen. Oh, zo, dat scheelde niet veel. Hey, loop maar door. Dit gaat goed, dit gaat goed. Alsof voor die hamers. Oh nee, dit is niet goed. Ik heb geen idee waar die hamers komen. Oh, ja. Nee, jij gaat mij saboteren. Kom op. Over de finishlijn. Zag je dat die eend wil mij saboteren? Dat laat ik niet gebeuren. Ik heb het gewoon gehaald. Jeetje. Ik dacht, we zijn met veel meer mensen en we mogen zo weinig mensen gaan kwalificeren. Die ging meer. Maar ik heb het toch gehaald. Dat is alleen maar mooi. Eén iemand heeft het niet gehaald. Goed zo. Vol bol. 4-4. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, want er komen natuurlijk op een gegeven moment meer voetballen. En ja, kan je dan nog gaan scoren als je met zo weinig bent? Oké, veel succes ben ik met die stomme eend. Ik ben met die stomme eend. Oké, die kan gelukkig niet met mij gaan saboteren. Dat is gewoon zo. Ik spreek de waarheid, Bofsters. Ik spreek gewoon de waarheid. Dat was een mooie. Hoe deed je dat? Dat was een hele mooie. Oké, maak een sprongetje. Oeh, dat was een kopbal hoor. Oh, nee. Teruglopen. Oké, ik zal deze helpen te scoren. Zo, ik heb hem in ieder geval weggetrapt. Verdediging gaat denk ik wel goed. Als we deze gewoon scoren, dan zou het goed moeten komen, Bofsters. Ik ga jou saboteren. Jij bent irritant. Hé, hey, mag ik jou vastpakken? Kom mij een knuffel geven. Hè? Lekker knuffelen met de echte kloonbof. Ik wil je saboteren. Ik kom achter je aan. Oké, dit wordt gevaarlijk. Dit zijn twee ballen. Oh, ik weet niet waarom ik dat geluidje maak, maar even springen. Ik kom er net niet bij. Echt zo. Ik ga rechtsom. Nee, dat heeft hij mooi gedaan. Oké, ik ga een beetje verdedigend opstellen. Kijk, die bal komt nu deze kant op. Ga ik meteen even een stoot geven. En deze vastpakken. Ja, jij gaat niet saboteren, hè? Ik ga jou saboteren. Oh, zo, vastgepakt. Dan heb ik net wat meer tijd. Oh, nee. Oh, dat scheelde niet veel. Oké, het staat nog 1-0 voor. Het is wel heel spannend dit, Bofsters. Ja. Ja. Bam! Yes, we hebben een doelpunt. We hebben een doelpunt, denk ik. Ja, ik heb een doelpunt gescoord. Dat is mooi. Op! Oh. Op! Koppen! Zo, dat was een flinke klap! Ik pak jou even vast, want dan kan de rest even lekker gaan scoren. Ja, ik pak jou vast. Oh nee, die gaat scoren. Ja, die laat ik gaan. Die kan je niet meer tegenhouden. Nog 3 seconden. Kom op. Ah. We hebben het gehaald. Gelukkig. En volgens mij heb ik nog nooit met zo weinig mensen de finale gedaan. 4 mensen blijven erover. Waaronder ik. Rojo van Bol. Heb ik nooit gedaan, dus ik weet niet eens hoe het werkt. Pak de staart en zorg ervoor dat je hem hebt. Oké, dus 1 iemand heeft de staart. En tuurlijk heb ik die staart niet, hè, in het begin. Where are you? Ah, daar is de staart. We hebben 1 minuut en 20 seconden. Oké, als je hem eenmaal hebt... Oei, ik groei. Nee, oei, ik struikel. Oh, nee, die stomme eend heeft hem. Die eend wordt nog mijn nederlander. Ja, nee, erin. Ja, iemand gaat de andere kant op. Oh. Jij gaat mij weer saboteren. Oh, dit is wel spannend zo. Oh, nee! Dat was close. Oh, die ging toch onderdoor. Met 4 mensen is het zo weinig als je eenmaal een staart hebt. Dan gaat het wel goed. Nou. We hebben 40 seconden. Dit wordt gewoon spannend. Waar ben jij? Jij bent daar. Ik denk dat ik die kant op ga. Nee, jij gaat bovenop. Tuurlijk. Niemand weet hem te pakken. Even kijken. Waar is die, hè? Daar is die. Oké. Die gaat hier rechtsom. Kan ik hem pakken? Hoe kwam jij daar? Nee. Stomme internet. Ja, met 10 seconden op de klok, dat wordt hem niet. Oh, tenzij ik hem hier kan pakken. Kom op.
so close. Oh nee. Ik dacht ik kan hem pakken, maar hij pakt hem niet. Nou. Gefeliciteerd. Maar mijn vier mensen was het moeilijk, man. We krijgen weer heel veel puntjes en kudo's. En kunnen misschien ooit een leuke skin kopen of zijn. We zijn level up. Ja, wat leuk. Nou, bofsters. Dit keer zijn we nog dichter bij de kroon gekomen dan ooit. Echt zo'n klein stukje. Hey, het kan gebeuren. Maar bofsters, hebben jullie nou genoten van deze aflevering? Doe dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog op deze video. En dan bedank ik je voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie morgen om 7 uur 's avonds. Laat de bofsters. Joep. We'll be right back.